Het journaal Laat met Fatma Taspinar. Een heel goede avond. Vier Vlaamse en drie Franstalige partijen vormen de nieuwe federale regering. En die regering zal geleid worden door Alexander De Croo van Open VLD. De leden moeten de eed nog afleggen, maar de toekomstige premier zette al meteen de toon en pleitte in een speech vandaag voor een andere vorm van politiek, met meer respect en verbinding. Zijn regeerakkoord telt 84 bladzijden en kreeg de titel Voor een welvarend, solidair en duurzaam België mee. Uit het akkoord blijkt dat elke partij wel een trofee heeft kunnen binnenhalen. Zo zullen de laagste pensioenen opgetrokken worden tot 1500 euro. Dat was een eis van de socialisten. De Groenen wilden meer geld voor de spoorwegen en hebben dat ook gekregen. Voor de Christendemocraten van CD&V waren investeringen in de gezondheidszorg een belangrijk punt. En de Liberalen tot slot haalden meer investeringen binnen voor veiligheid. Maar dat akkoord, dat regeerakkoord, moest vanavond natuurlijk nog goedgekeurd worden door de achterban van de partijen. En we gaan dan meteen eens naar Michael van Drogenbroek. Jij staat bij de partij die de premier levert in Aartselaar bij Open VLD. Is daar veel discussie geweest over dat akkoord? Ja, bij de discussie zelf zijn we natuurlijk niet aanwezig geweest. Fatma, het is ook zo dat Open VLD koos voor een bijna volledig digitaal congres. Er waren tientallen militanten in Lint samengekomen. De meeste mensen volgden thuis. En hier in Aartselaar hebben voorzitter Egbert Lagaard en dus toekomstig premier Alexander De Croo dat akkoord verdedigd, maar toch ook wel wat vragen gekregen. En dat uitzicht in die stemuitslag. Hier heeft 84% van de leden voor dat regeerakkoord gestemd. Dat is natuurlijk een grote meerderheid, maar dat zijn niet de getallen die we straks bij de andere partijen zullen horen. Dus dat betekent toch dat bijna 1 op de 5 niet akkoord is gegaan. Al is voorzitter Egbert Lagaard het niet helemaal eens met die visie. Dat vroeg ik hem zo net. Ja, heel tevreden. Onze achterban heeft met heel veel enthousiasme deelgenomen aan het congres. Meer dan 3000 mensen die zich digitaal ingeschreven hebben. Dat halen wij niet bij een fysiek congres. Meer dan 82% die goedgekeurd heeft. Ja, ik denk dat wij met enthousiasme in deze coalitie kunnen stappen. Ja, het is 84%, dacht ik. Dat is niet heel veel in vergelijking met alle andere partijen. Die is rond de 98-99%. Er is dus toch wel wat weerstand. 1 op de 5 leden zei van niet. Nee, ik denk dat niet. Je moet weten dat de drempel om digitaal deel te nemen veel lager ligt dan in een congres waar men als enige een rood kaartje moet in de lucht steken. Dus voor een digitaal congres is dat een fantastische score. Was er weerstand? Ja, we krijgen vragen, dus we zien de zaal niet. Maar ja, 84% is toch een geweldige score voor een digitaal platform met een opkomst die 3 keer zo hoog is als wij anders gewoon zijn. Ja, 84%. Egbert Lagaard is daar tevreden mee. Michael, wat we nog niet met zekerheid wisten eerder op de avond, dat is de verdeling van die ministerposten. Heb je al zekerheden gehoord daar bij Open VLD? Ja, we weten wie het wordt, Fatma. We wisten natuurlijk al dat Alexander De Croo voor Open VLD premier wordt van die nieuwe regering. Was ook al bijna zeker dat Vincent van Quickenborne, op dit moment Kamerfractieleider, ook terugkeert naar die federale regering waar hij ooit zat als minister van Justitie en vicepremier. De verrassing hier van de avond is misschien de staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken. Dat wordt de relatief onbekende Eva De Bleker. Zij heeft geen parlementair mandaat, werkt op dit moment voor de Europese Commissie, maar is wel schepen voor Open VLD in Hoeilaart. En zij krijgt ook de taak om de partij in Vlaams-Brabant verder op de rails te zetten. Want met die nieuwe regering neemt de partij ook afscheid van Maggie de Blok als minister en van Philippe de Bakker als minister. Oké, dankjewel Michael van Drogenbroek vanuit Aartselaar. We gaan meteen naar Gent. Daar staan de Groenen en ook Rob Herbout. Rob, hoe was de sfeer daar vanavond over dat regeerakkoord? Blije leden? In heel Vlaanderen, in verschillende bioscoopzalen. En van daaruit konden de leden luisteren naar uitleg van de partijtop. Die zaten hier in een studio in Gent om via videoverbinding de leden toe te spreken en te overtuigen over van de inhoud van het akkoord. Hoe die discussie verliep, weet ik niet, want die vond plaats achter gesloten deuren. Maar ik laat me vertellen dat er bij het hoofdstuk over klimaat en energie dat er applaus was vanuit de zaal. In elk geval, de leden zijn blijkbaar enthousiast over regeringsdeelname, want
98,2% van de leden van Groen die deelnamen hebben voor regeringsdeelname gestemd. Na afloop kon ik heel kort een interview doen met partijvoorzitter Merem Almaci. Ik hoop dat onze mensen heel enthousiast geworden zijn. Ik hoopte dat van het akkoord en ja, dat bleek dus ook zo te zijn. Er was heel veel volk. We hebben 11 zalen voorzien waar men coronaproof kon komen volgen en vragen stellen en stemmen. En ik ben blij dat met die hoge opkomst dit hoog resultaat is behaald. Ja, Rob, heb je ook al namen gehoord van groene ministers die al zeker zijn van hun portefeuille? Wel, zeker zijn we nog niet, maar namen die de ronde doen zijn alvast die van Christophe Calvo, fractieleider in de Kamer voor Groen, dat die vicepremier zou worden en ook minister bevoegd voor overheidsbedrijven en ambtenarenzaken. Een andere naam die genoemd wordt is die van Kamerlid Tine van der Straaten. Die zou dan de bevoegdheid als minister van Energie krijgen. Zij is ook de energiespecialiste van Groen. Maar dat is allemaal nog onder voorbehoud, want bij Groen is het niet de partijtop die beslist wie minister wordt. Dat gebeurt door een ander orgaan, de politieke raad. De basisdemocratie speelt een grote rol in partij Groen. Dus die beslissing wordt pas de komende uur verwacht. Oké, dankjewel Rob vanuit Gent. We gaan meteen door naar het volgende congres, dat van CD&V. Ik laat me vertellen dat dat zo pas is afgelopen. Pieter-Jan de Smet in Antwerpen is dat. Voor de achterban daar was dit regeerakkoord misschien wel een pak minder evident, hè? Ja, Fatma, het is nog niet helemaal afgelopen. De stemming in de zaal heeft plaatsgevonden. Maar er zijn nog een pak mensen, een pak leden van CD&V die van thuis uit meevolgen. En die stemmen, die zijn nog niet binnen. Dus het is hier afwachten op het resultaat. Maar als we puur kijken naar de mensen die hier fysiek aanwezig zijn, dan is Vivaldi met een hele ruime meerderheid goedgekeurd. Maar het is echt afwachten tot we de volledige resultaten binnen hebben voor alleen we een definitieve conclusie kunnen trekken. Het duurt hier een tijdje. Dat komt ook omdat Koen Geens nog een lange speech heeft gegeven op het einde. We weten Koen Geens het boegbeeld van CD&V zet een stap opzij en hij riep de partij op om niet verdeeld te zijn en eensgezind achter de voorzitter en de partij te staan. En hij riep op avanti. Avanti, dat is het woord dat CD&V gebruikt om in het Vivaldi-verhaal mee te stappen. Oké, Pieter-Jan, Koen Geens zal er dus niet bij zijn, maar heb je al andere namen gehoord van mogelijke ministers voor CD&V in die nieuwe regering Avanti of Vivaldi? Ja, ik kijk intussen de het is nog even wachten op resultaten, Fatma. Maar laten we ons inderdaad al eens kijken naar de namen die door Joachim Koens naar voren zijn geschoven. En hij kiest resoluut voor de vernieuwing. Dat mag toch wel gezegd. Met onder meer Sami Mehdi, de uitdager, die ook voorzitter van CD&V wou worden, maar het net niet haalde. Joachim Koens haalde net iets meer. Maar nu maakt Joachim Koens Sami Mehdi staatssecretaris voor asiel en migratie. En dan is er ook nog Vincent van Petegem, die wordt minister van Financiën. En dan is er een totale nieuwkomer, Annelies Verlinde. Zij wordt minister van Binnenlandse Zaken. Het is een advocaat uit het Antwerpse en heeft ook ervaring met het Arco-dossier, wel bekend bij CD&V. Dus een complete vernieuwing, dat mogen we toch wel zeggen, waar Joachim Koens het anders aanpakt, ook een stuk dan voorganger Wouter Beke, die minder nieuwe gezichten naar voren schoof. Dus dat is een duidelijk statement. Ik kijk nog één keer en ik hoop duidelijkheid te kunnen geven. Maar ik moet zeggen dat de resultaten nog niet volledig zijn. Dus ik mag dit nog niet doen. Ik wacht samen met jullie af. En misschien komen we straks misschien nog eens terug. Misschien komen we nog wel naar jou terug, Pieter-Jan. Laat maar weten als het daar afgelopen is, die stemming. Want wij gaan nog eens naar de Vlaamse socialisten. Daar, die van SPA, keurden het regeerakkoord al goed rond 8:30 vanavond. En een overtuigende 95% van de leden stemde voor een regeringsdeelname. SPA zal onder meer de nieuwe minister van Volksgezondheid leveren, de opvolger dus voor huidig minister Maggie de Blok. Voorzitter Conde Rousseau is enorm opgetogen dat hij net dat departement in volle coronacrisis in handen krijgt. Ik denk dat wij in een gezondheidscrisis zien hoe belangrijk een goede gezondheid is en hoe belangrijk het waarderen van uw zorgpersoneel is. En dat willen wij als SPA absoluut doen.
Ik hoop dat we hier toch wel naar heel helder en duidelijke communicatie kunnen gaan, naar regels die de mensen begrijpen. En niet alleen naar het economische kijken, ook naar het economische kijken, maar toch ook naar het sociale, psychologische. We gaan enorm investeren in dat mentale welzijn, wat echt belangrijk is, ook bij heel veel jonge mensen. En we gaan enorm investeren ook in onvervulde noden, die overconsumptie aanpakken. We gaan zorgen dat die gezondheidszorg dat die betaalbaar blijft, maar vooral dat die beter wordt de komende jaren en toegankelijk blijft voor heel wat mensen. En daar kijk ik echt naar uit om met heel onze partij ons daar als een blok in voor in te zetten. En dan gaan we naar Riyad Bari, een tevreden voorzitter, hoorden we. Riyad, in Temse was het al snel afgelopen. Jij hebt je dus naar hier gerept, want je hebt toch wel opvallend nieuws over de nieuwe namen van de ministers van SPA. Ja, klopt, Fatma. Conor Rousseau, de voorzitter van SPA, had al de hele dag gezegd dat hij met een bommetje zou komen als hij zijn nieuwe vicepremier zou aanduiden, de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. En het is toch wel een beetje een bommetje. Hij kiest namelijk voor Frank van den Broeke. En mensen die de socialisten volgen of die de wedstrijd hebben gevolgd, kennen Van den Broeke natuurlijk, want hij heeft een gigantische staat van dienst, Fatma. Hij is Vlaams minister van Onderwijs geweest voor SPA, hij is vice-minister-president geweest, parlementslid, minister van Werk. Kortom, heeft een heel lange staat van dienst binnen de Socialistische Partij. Is in 2009 heeft hij geen nieuwe ministerpost gekregen in de Vlaamse regering na een discussie met toenmalig voorzitter Caroline Genet. Is dan uiteindelijk ook uit de politiek gestapt, is les gaan geven, heeft zich meer en meer verdiept in pensioenen, in sociale materies. En dus nu, vandaag, komt hij opnieuw door de grote poort naar de wedstrijd. Conor Rousseau, iedereen dacht dat hij ging kiezen, absoluut gewoon voor verjonging. Maar hij doet dus een zeer gewaagde gok door iemand terug te nemen uit de oude SP. Een naam die veel wenkbrauwen zal doen fronsen, maar in socialistische kringen, denk ik, Fatma, veel positieve wenkbrauwen toch zal doen fronsen. Het is nog een tweede post, die van ontwikkelingssamenwerking, maar die naam is nog niet bekend. Het is nog even wachten. Conor Rousseau zal dat ook op zijn konders doen, denk ik, en op Instagram in de loop van de avond of nacht de naam posten van die nieuwe minister. En wij zullen dat natuurlijk volgen via Instagram, Riyad, maar toch bedankt al voor dit opvallende nieuws toch wel. De grote lijnen van dat regeerakkoord hebben we al meegegeven, maar er zitten in de tekst nog andere plannen. We zetten er nog een aantal op een rijtje voor u. Het rijbewijs met punten bestaat al in onze buurlanden. Wie betrapt wordt op een verkeersovertreding, zoals dronken rijden, krijgt strafpunten. Wie te veel strafpunten heeft, speelt zijn rijbewijs kwijt. De vorige regering stopte het idee uiteindelijk in de koelkast. Nu krijgt het voorstel een nieuwe kans. Ook terug van weg geweest, statiegeld voor drankverpakkingen. De nieuwe regering wil er werk van maken samen met de deelstaten. De regering De Croo wil de burger ook meer betrekken bij de politiek. Zo mogen jongeren vanaf 16 al gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. Ook voor kersverse ouders verandert er wat. Zo wordt het verlof na geboorte verlengd van 10 naar 20 dagen en kinderopvang wordt goedkoper. En tot slot nog een extraatje van de nieuwe federale regering. Vlaanderen mag van de Vlaamse feestdag een betaalde feestdag maken. En Pieter-Jan de Smet, ik had jou beloofd dat we nog eens terug naar jou zouden komen als je de uitslag had. Ik ben een vrouw van mijn woord. Vertel, Pieter-Jan. Ja, en ik kan jou de uitslag geven, Fatma. Ik ga jou gewoon de cijfers geven. De stemming voor CD&V, 73,9% van de CD&V-leden is voor het Vivaldi-project. Dat betekent dat het Vivaldi-project is goedgekeurd. 23,6% stemde tegen en 2,4% ging voor een onthouding. Dus het Vivaldi-project is ook goedgekeurd hier bij CD&V met een zeer ruime meerderheid. Maar er is toch een belangrijke stroming die ook tegen is. Dus dat zal een gevoeligheid zijn waar de partij zeker rekening mee moet houden. Maar de hoop die de partijtop had om te landen met dat Vivaldi-project, die hoop is voor de partijtop uitgekomen. Ze hoopten dat ze hier met een goedkeuring naar huis gingen en dat is ook gebeurd. Een ruime meerderheid heeft het hier goedgekeurd, dat Vivaldi-project. Oké, dankjewel Pieter-Jan de Smet. Nu zijn we helemaal mee. Ik geef graag aan u, de kijkers, toch ook nog even mee om alle namen, alle ministerposten, dat u die kan terugvinden op onze website vrtnieuws.be. Dankjewel Pieter-Jan. Het heeft uiteindelijk 493 dagen en enkele nachten geduurd voor we een regeerakkoord hadden. Het waren Paul Magnet van PS en Alexander De Croo die de zeven partijen uiteindelijk naar de finish loodsten. Dat het bij momenten een uitputtingsslag was en soms onmogelijk leek, bleek vandaag nog tijdens hun eerste speech.
De Croo pleitte er meteen, zichtbaar geëmotioneerd trouwens, voor een andere manier van aan politiek doen. Goedemiddag allemaal. Welkom hier. Wij hebben de voorbije dagen, een stuk van de voorbije nachten en deze ochtend gedaan wat lang, te lang, onmogelijk leek in ons land. Een zichtbaar geëmotioneerde Alexander De Croo kondigt het lang verwachte akkoord aan. Met mooie woorden voor co-formateur Magnet. Paul, ton engagement, ton travail infatigable, ta volonté de réussir. De verwachtingen van onze burgers zijn enorm. In termen van gezondheid, uiteraard, welvaart, solidariteit, sterk en efficiënt overheidsdiensten. En wij moeten het voorbeeld geven. Dit akkoord is een startpunt. Een startpunt van een andere manier om aan politiek te doen. Met meer pragmatisme, met meer samenleving, met meer samenwerking en vooral met meer respect. Ja, tot zover de politieke situatie in ons land. Maar dan moeten we ook nog eens even naar de Verenigde Staten. Want ook daar was het een spannende avond gisteren. President Trump, de kandidaat van de Republikeinen, en Joe Biden van de Democraten hadden hun eerste televisiedebat. En dat debat was op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Ja, het was een heel chaotisch debat waarin vooral president Trump Biden constant in de rede viel. Hij ging ook in de clinch met een moderator die moeite had om zijn vragen te stellen. Een van de thema's die aan bod kwamen was de coronacrisis. Biden zei dat Trump die slecht had aangepakt en dat hij het Amerikaanse volk had voorgelogen over de gevaren ervan. He still hasn't even acknowledged that he knew this was happening, knew how dangerous it was going to be back in February, and he didn't even tell you. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000. De Zwitser Mark Hirschi heeft de Waalse pijl gewonnen. Hij was de snelste op de muur van Huy. Onze jonge landgenoot Mauri van Zevenhand probeert de favorieten te verschalken, maar hij neemt iets te veel risico's in de afdaling en valt op 4 kilometer van de streep. Zijn voorsprong is daarmee weg. Op de muur van Huy gaan de favorieten dan zoals gewoonlijk sprinten voor de zege. Woods komt iets te vroeg op kop en Mark Hirschi kan profiteren. De Zwitser toont opnieuw zijn goede vorm en haalt het met een paar fietslengtes voorsprong. En bij de vrouwen wint de Nederlandse Anna van der Breggen. De kersverse wereldkampioene is niet af te stoppen. Ze wint de Waalse pijl voor de 6e keer intussen op een rij. De topfavoriete maakt het dus alweer waar. Ze is nu de absolute recordhoudster in de Waalse pijl. En dan heb ik nog het weer. Morgen een wisselvallige dag met soms flink wat regen of buien. Mogelijk met onweer. Temperaturen nergens hoger dan 16 graden. Zo, dit journaal stond helemaal in het teken van Vivaldi, de nieuwe regering, de Croo 1. Morgen dan leggen alle leden van die kersverse regering de eed af. En uiteraard kan u dat live volgen hier bij ons op 1. Afspraak om 10 uur. Intussen kan u terecht op onze website vrtnieuws.be voor het laatste stand van zaken. Graag tot dan. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.